Ja, Henny. Ja. Het achterste van je tong, hè? Ja. Fantastisch. Nou, ja. Je bent volgens mij nog nooit zo zenuwachtig geweest. Het was heel direct, hè? Ja, in het begin had ik het best heel zwaar. In de zin van... je zit dan een beetje aan te hikken tegen al die tijd dat je moet praten. Maar het blijkt toch op een of andere manier... een paar verhalen blijven dan echt overeind. Hè? Ja. Ik heb persoonlijk, we hebben de show meegemaakt, ik heb echt in een deuk gelegen. Dat is fijn om te horen. Dat is fijn om te horen. Want de bedoeling is wel dat, dat je wel met een leuk gevoel weggaat. Besef je het ook, dat je dit gaat doen? Dat je ineens op je 71ste dit nog moet gaan leren om te doen? Ja, blijkbaar ben je nooit uitgeleerd. En je kan ook, kijk... Er zijn mensen die gaan vissen op deze leeftijd. Of die gaan, weet ik wat, jeu de boule. En ik vind dit leuk. Ja. En kijk, als je die lach zo terugkrijgt. Ja, dat is geweldig. Hoe heb je het zelf ervaren? Hè? Want je stond hier eigenlijk een beetje met klotsende okseltjes. Ja. Spanning natuurlijk een beetje. Het is wel zo dat het moment dat het ging vallen. Dat was in het tweede gedeelte. Ging dat op een of andere manier lekkerder. Toen kreeg ik een beetje de rust over me. Toen ik de surprise show deed. En dan, in het begin zag je de opening zitten. En je zag ook al de eindreunie zitten. En je zag dat ze. Weet je wel, en dat was een programma van anderhalf, twee uur. En Joop van den Ende leerde me dan. Die zei van, luister, begin is begin. En dan nummer twee. En dan pas nummer drie. En dan pas nummer vier. En ik begon in mijn hoofd tot het eind aan toe. Dus dat moet je een beetje leren. Je moet leren van, ik ben nu hier. Dat is dat verhaal. En dat, van, dat zeg maar, wat straks komt, komt straks. Ja. En wat je in het begin een beetje doet, is dat je alle verhalen in je kop hebt zitten. Hmm. Alles. En dat moet je dus weer afleren. Je moet dan per gedeelte. Dat is, Maar die spontaniteit ook. Hè? Natuurlijk moest je af en toe even kijken vanavond. Ja. Maar die spontaniteit, die interactie met het publiek is zo. Dat is goud, hè? Ja, dat is het leukste om te doen. Ja, dat is, ik kan heel lekker improviseren dan. Dat is leuk. En je gaat echt het hele land toe. Ja. Waar kom je allemaal te staan de komende weken? We gaan naar Emmen. En we gaan naar Zaltbommel. En we gaan naar Weesp. Gorinchem. En we gaan naar Wormer. En naar Purmerend. En, nou ja. Goed, ze kunnen bij jou op de website kijken ook. Ja, als ze mijn website uit... Dan kun je ook... als je daar naartoe wil, kun je daar de kaarten bestellen. Ja. We kunnen het in ieder geval erg aanbevelen. Ik in ieder geval wel. We gaan proberen gewoon te zorgen voor volle zalen, Henny. Ja, want het is een hele andere dimensie in jouw bestaan. Hè? Ja, absoluut, absoluut. En ik vind het heel lief dat je meteen, me contacten om daarbij te willen zijn, weet je wel. Want ik kan ook natuurlijk zeggen van, kom maar als alles helemaal gelikt en staat. Maar het is natuurlijk veel leuk om dit even te zien. Ontzettend leuk, Henny, om erbij te zijn. Dankjewel, en ik wens je heel veel succes. Dankjewel, toi, toi, toi. Dankjewel. Dankjewel, ontzettend leuk.